Goedemorgen. Gaat u met mij rennen? Althans, zoveel andere activiteiten om samen te doen zijn er niet overgebleven met de nieuwe lockdown. En zelfs het scenario van een gecanceld kerstfeest, waar ik in het begin nog een beetje lacherig om deed, dat schijnt nu toch wel dichtbij te komen. Want bijvoorbeeld in mijn geval, mijn familie woont in Duitsland. Ik weet niet of ik volgende week kan gaan en wil gaan. Want ik zou dan wat documenten moeten invullen, maar ik zou ook een coronatest moeten laten doen. En dan denk ik, nou, ik ben fit, ik heb geen symptomen. Zou dat niet een beetje asociaal zijn om dan een test te laten doen? En dan denk ik, oké, als ik hier blijf, dan moet ik misschien wat kerstcadeaus tenminste opsturen naar mijn familie. Maar ja, is ook niet dat een beetje asociaal, want iedereen gaat natuurlijk nu massaal online bestellen, dingen laten opsturen, vervolgens weer doorsturen als cadeau. Dus die monsterklus die post- en pakketbezorgers voor ons nu klaren, nou ja, is het niet een beetje asociaal als ik daar nog extra nu aan meedoe. Ook een monsterklus is trouwens de distributie van Zuiderlucht. Op dit moment wordt de nieuwe editie verspreid. En dat doet voor ons Ton Uursum van Uursum Couriers. Bij deze heel hartelijk bedankt, Ton, voor het klaren elke maand opnieuw van deze klus. En je kerstpakket is trouwens onderweg. Ik had u beloofd de nieuwe Zuiderlucht te laten zien. Geef mij die eens, dank je. Dit is hem. En die is dus nu te vinden in de grote supermarkten. Albert Heijn Plus enzovoort. En op de coververhaal is een verhaal over Willem Diepraam, Nederlandse fotograaf. En het goede nieuws, want hij heeft dus een grote expositie op dit moment in het Rijksmuseum Amsterdam. Maar die is natuurlijk gesloten. Maar het verhaal over hem en dus 50 jaar fotografie over Willem Diepraam, dat verhaal van Cyril Offermans, kunt u dus wel in Zuiderlucht nu al lezen en is zeer aan te bevelen. Voor zover, ik krijg het koud, ik ga weer door. En ik wens u een gezonde en goede volgende week. En dan zien we elkaar hopelijk weer volgende zaterdag. Tot dan!